In dit filmpje ga je leren over naamwoorden. Wat is een naamwoord? Enkelvoud en meervoud. Woorden die iets meer zeggen over een naamwoord. We beginnen met dit. Een naamwoord is altijd een mens, een dier, een plant of een ding. We gaan eens op zoek. Bal, rond, huis, groot. Wat zijn de naamwoorden? Bal, huis. Je leert niet alleen maar over de naamwoorden, je leert ook over de woorden die iets meer zeggen over het naamwoord. Kijk eens naar het woordje bal. Wat zou je nu meer zeggen over de bal? Rond of groot? Rond. Dus schrijf ik een ronde bal. En groot zeg je iets meer over huis, dus het grote huis. Nu gaan we op zoek naar naamwoorden in de zin. Een klein poesje gaat op jacht. Poesje is een dier, dus dat is het naamwoord. Een grote hond is heel stoer. Hond is een dier, dus dat is het naamwoord. De kleine jongen is bang. Jongen is een mens, dus dit is het naamwoord. De volgende opdracht is, zoek de woorden die iets meer zeggen over de naamwoorden. Ik keer even terug. Wat valt er je op net voor je naamwoord? Inderdaad, de woorden die iets meer zeggen over het naamwoord staan er net voor. Hier ook huis. Ik kijk ervoor. Wat zegt het over het huis? Dat het groot is. Kijk nu naar de zinnetjes. Poesje. Wat zegt er iets meer over het poesje? Ik kijk er net voor. Inderdaad, dat hij klein is, dus klein. Klein zegt iets meer over een poesje. Hond. Ik kijk er net voor. Welk woordje zegt iets meer over het hond? Grote. Nu weet ik dat de hond groot is. Dus dat ga ik kleuren. De kleine jongen is bang. Wat zegt er iets meer over jongen? Dat hij klein is. Dus die kleur ik in het geel. Nu ga je je werkboek nemen op pagina 52 en 53. Als je die hebt genomen, neem je het volgende filmpje erbij.